De leden van de Nationale Assemblée zijn bezorgd over de criminaliteit in het land. In de openbare vergadering van gisteren hebben ze de regering gevraagd naar een concreet actieplan. VHP-parlementariër Mahinder Kumar Yogi zegt dat de criminaliteit een vraagstuk is dat bijzondere aandacht verdient. Ook van deze kant uit doen wij een dringend beroep op de regering, voorzitter, om met een concrete actieplan te komen hoe de regering denkt, minister Justitie en Politie, om het hoofd boven water te kunnen houden in die gemeenschap, voorzitter, en dat dit zo terugneemt, voorzitter. Wat nu gebeurt, kunnen we op geen enkele manier goed praten. NDP-parlementariër Ebu Jones zegt dat het tijd wordt dat het ministerie van Justitie en Politie nu prioriteiten gaat stellen. Hij benadrukt dat de criminelen met de dag brutaler worden. ABA-parlementariër Obed Kanapé zegt dat het tegengaan van criminaliteit een verantwoordelijkheid is die een ieder moet dragen. En de politie treedt maar niet op, want ze hebben geen vervoer, want ze hebben geen middel, maar je gaat wel een politiepost bouwen. Waar ligt uw prioriteit, regering? Waar ligt uw prioriteit? Meneer de voorzitter, als we kijken naar die verruwing, de gruwelijkheden van Surinamers tegenover Surinamers, de presentatie in de media, dan vraag ik me af hoe verder met ons als de beelden die in ons moeten leven over onze samenleving slechts de negatieve zijn. Meneer de voorzitter, van muziek tot aan de wapens in de handen van de jongens vanuit de ghetto, de boodschap naar onze samenleving toe, overal zien wij het terugkeren. Meneer de voorzitter, we vragen vanuit de regering, vanuit het ministerie van Defensie, maar ook het ministerie van Justitie en Politie, als het gaat om de aanwezigheid van deze belangrijke mannen en vrouwen in uniformen, om onze samenleving, de veiligheid in de samenleving te kunnen garanderen, vanwege aanwezigheid in de verschillende buurten. Kanapé zei verder dat er financiële ondersteuning moet komen voor de buurtmanagers om te kunnen werken aan misdaadpreventie.